interlandperiode wordt door Ajax benut om de niet-internationals ritme te laten behouden. Door middel van een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle deze donderdag. Voor Diederik Boer een ontmoeting met zijn oude ploeg. En voor Peter Bos om spelers die niet veel speeltijd krijgen in Ajax 1 ook aan het werk te zien. Ajax met Diederik Boer op doel. Larti, Westerman, Savastano, Sinkgraven, Eiting, Dankelui, Ziyech, Neres, Cachera en Pelle Clement. De eerste kans van deze wedstrijd was voor Cachera. Pelle Clement deze week weer op het veld. Revalideert na een blessure. Op de weg terug, hij is er bijna weer. Hier komt het eerste gevaar van PEC Zwolle voor Ezibue. Diederik Boer pareert. Ziyech, ook hij in de basis dus hier met een goede voorzet op Cachera. Maar de bal wordt uit de goal gehaald door Bejois. Vervolgens maakt Heiko Westerman de overtreding, de aanvoerder van Ajax in dit oefenduel. Cachera met de volgende kans. Neres, mooie steekpaas, weer een goede kans voor Cachera. Weer stuit hij op de doelman. Zo krijgt de Colombiaan genoeg kansen, maar komt hij nog niet tot scoren. Er zijn de kansen in de eerste helft bijna allemaal voor Ajax. Ziyech. Cachera, die krijgt hem niet. Clement wel, maar te lastig om die bal goed op doel te krijgen. Een rolletje. Eiting op het middenveld. Clement, ja, kan even doorlopen zou je zeggen. Draait terug en dan met een gelukje, want de bal wordt gelift. Maar het is wel 1-0. Het is een mooie wedstrijd voor Pelle Clement. De bal van Eiting, je zou zeggen, loopt door naar de doelman. Dan draaien. En dan via Philip Sandler, een oud Ajaxiet, verdwijnt die bal in de goal van Kevin Bejois. En hier zie Bouet. Achabar was voor de goal, maar doorzien door Westerman. Zo gaan we rusten met een 1-0 stand. Na rust geen Clement meer, speelde een halve wedstrijd. Voor hem Boeltam in het veld gekomen, ook Ziyech naar de kant voor Marcus Bay. En Norbert Alblas in de goal voor Diederik Boer. En Alblas hier met zijn eerste redding in de wedstrijd. Westerman. Mag een heel eind komen. Westerman. Dankerlui. Creëert de ruimte voor het schot, maar het is een lastige hoek. En het is geen enkel probleem voor de doelman van PEC. Quincy Menig. Veel Ajax bloed in de selectie van PEC Zwolle. Menig nog altijd onder contract bij Ajax, verhuurd aan PEC dit seizoen. En een enorme afzwaaier van Dirk Marcellus. Sinkgraven, die de hele wedstrijd speelde. Sinkgraven, ruimte naar zijn linker. Het schot is niet goed genoeg, maar wel een goede actie van de linksback van Ajax. Een kwartier heeft PEC Zwolle nog om op zoek te gaan naar een gelijkmaker met Menig. Tegenover Owusu, ook hij invaller. Dit seizoen teruggekeerd na een niet al te florisante verhuurperiode bij Excelsior. De voorzet, Sinkgraven, kopt weg. Marcellus vangt op en kan dan schieten en schiet de 1-1 binnen. Het doelpunt van de centrale verdediger van PEC Zwolle. Zo komen de bezoekers weer langszij. En zorgt deze pegel van Marcellus ervoor dat de wedstrijd onbeslist eindigt. Geen winnaar bij Ajax PEC Zwolle. Het eindigt hier in 1-1.